In deze eerste tutorial maak ik je een beetje wegwijs in Flash. Flash is een programma dat dient om te animeren. Je kan bijvoorbeeld een eenvoudige animatie maken van een mannetje, of je kan een webbanner maken, of je kan zelfs een hele tekenfilm maken. Om te beginnen het werkgebied. Wanneer dat je Flash opent, krijg je automatisch dit venster. Je kiest altijd voor ActionScript 3.0. Dat is een manier van codering die gebruikt wordt op het web. Het witte veld noemen we de scène. De naam kan je hier nog eens terugvinden. Alles wat in dit wit veld staat, zal uiteindelijk geëxporteerd worden en zal zichtbaar worden in je uiteindelijke film. Alles wat in het grijze gebied staat, is plakbord. Je kan het dus perfect gebruiken om een karikatuur te maken, maar het zal niet zichtbaar zijn zolang het niet in het witte veld staat. Aan de linkerkant heb je de gereedschappen. Hier komen we later nog op terug. Bovenaan heb je de menubalk. En rechtsbovenaan heb je het aantal werkomgevingen. Wij gebruiken altijd werkomgeving hoofdpunt, maar het kan zijn dat een vorige gebruiker een andere werkomgeving heeft gebruikt, bijvoorbeeld ontwerper. De ontwerper heeft andere gereedschappen nodig dan bijvoorbeeld een animator. Dus iedereen zijn flashvenster zal er anders uitzien. Wij gebruiken de hoofdpunten. Hier kan je nog de weergave aanpassen. Wanneer je bijvoorbeeld wil inzoomen, dan kan je dat op die manier doen. Maar de meeste mensen vinden het vergrootglas iets gemakkelijker en kan je bijvoorbeeld inzoomen of uitzoomen, zoals je dat gewoon bent vanuit andere programma's. Wanneer je nu zo fel bent ingezoomd dat je helemaal terug wil gaan naar een schermvullende weergave, kan je dubbelklikken op het handje. Dan wordt je scherm volledig gevuld. Aan de rechterkant vind je de paletten. Hier vind je extra opties bij bijvoorbeeld een gereedschap. Het eigenschappenpalet is het belangrijkste palet, want hier komen heel wat extra dingen aan bod. Bijvoorbeeld, wanneer ik een rechthoek wil tekenen, dan komt hier automatisch in het eigenschappenpalet de vulkleur, de streekkleur, de streekdikte en nog andere opties, bijvoorbeeld om af te ronden. Dan onderaan hebben we nog de tijdlijn. De tijdlijn bestaat uit frames. Wij gaan zelf een aantal frames maken, de hoofdframes. Daarin plaatsen wij een beweging. De tussenliggende frames gaat Flash zelf berekenen en uiteindelijk krijg je op die manier een beweging. Maar daar komen we later nog op terug. Dat was het eerste stuk.